in Amsterdam, maar ook in Shanghai, in Sao Paulo, op drie plekken wereldwijd, op drie continenten notabene, onthulde Volkswagen in één keer deze nieuwe Telf, de compacte SUV onder de naam T-Cross. En het is de kleinste SUV van het merk dat ze hebben. Ze zijn begonnen in 2002 met de Touareg, daarna is die Tiguan gekomen, vervolgens de T-Roc en nu dus de T-Cross. Maar daar blijft het niet bij. Er komen nog de verschillende SUV-modellen van de Volkswagen groep en het Volkswagen merk natuurlijk bij. En dit is dan de kleinste. Dit is de B-segment. Hij is gebaseerd op de Volkswagen Polo, op de basisarchitectuur van het MQB A0 architectuur, dat is de Volkswagen Polo. Maar ook de Seat Arona. Die Seat Arona, dat is ook een SUV, die is 3 centimeter langer dan deze auto. Hoe lang is deze dan? Deze heeft een lengte van 4,11 meter. En daarmee is hij iets meer dan 5 centimeter langer dan een Polo. Hij is 12 centimeter korter dan een T-Roc. Hij heeft een wielbaas van 2,56 meter, wat weer gelijk is aan die Polo, dat scheelt 1 centimeter. Ja, de auto is natuurlijk ook hoger, liefst 11 centimeter. En de zitpositie op de stoel is 10 centimeter hoger dan zo'n Polo. Als je snel kijkt, de bagageruimte 385 liter groot. Maar die bagageruimte, ja, die is wel uit te bereiden door deze achterbank 14 centimeter naar voren te schuiven. En dan krijg je 70 liter extra bagageruimte. Ja, en wat dan ook nog een voorziening is, optie deze rugleuning, die kun je neerklappen, waardoor je een enorme laad lengte hebt voor die bagageruimte. Die bagageruimte met neerklapbare achterbank, die is dan meer dan 1200 liters groot. Even de man in beeld brengen die mij tegenhield. Ja, leveringsprogramma natuurlijk gebaseerd op die van de Volkswagen Polo, hè. Volkswagen Polo, motorenaanbod wordt dus een 1 liter 3 cilinder met 95 pk. Dan komt er nog eentje boven met 115 pk. Dan heb je ook nog een dieselmotor van 1.6, dat is dan een 4 cilinder. Die levert dan 95 paardenkracht. En dan komt er een later stadium, terwijl dat ook hier al geduurd wordt. Ja, de internationale pers uit Europa is naar Amsterdam ingevlogen voor de ontwikkeling van deze auto. En dan komt er later nog een 1.5 motor bij met 150 paardenkracht. Allemaal voorwielaandrijvers. Ja, het leveringsprogramma zoals in Nederland dat eruit gaat zien, dat is nog niet bekend. Prijzen evenmin. Volkswagen start de levering, begint volgend jaar op de Nederlandse markt. De auto wordt dan gebouwd in Europa, voor de Europese markt en wel in de Spaanse fabriek in de Navarra. Er wordt ook de Volkswagen Polo gefabriceerd voor Sao Paulo en voor Zuid-Amerika wordt die lokaal gebouwd. En hetzelfde dan natuurlijk ook voor China. De achterbaan staat nu in de achterste positie. Hebben dus meer beenruimte dan wanneer de bank natuurlijk in de proces kan staan. Dus minder bagageruimte, maar wel meer bagage. Meer beenruimte. Dashboard, zoals ze dat zullen zien. Nu even vecht om de plaatsje. Dat is typisch aan dat van de Polo. Dus net omdat ik ze niet rondzwaaien met een dubbel digitaal scherm. Als je dan naar het design kijkt, iedereen loopt rond de auto op dit moment. Het design is helemaal in stijl van de Volkswagen SUV, zoals ze dat kennen. Met die neus, met die hele grote, hoge, brede grill. En die lijnen, moet je kijken, hier zitten die lijnen in twee blokken. Die zitten tegenwoordig ook op de Touareg en op de T-Roc. Ja, de nieuwe Volkswagen T-Cross te zien in een airline pakket.